ik weet nog dat ik in de lucht hing. En ik dacht, shit. Dit is het. Je hebt dat moment. That's it. Bewust ik ben dood. Ja, ja. Twee keer heeft hij moeten inhouden voor een Belgische vlag. En dat heeft me eigenlijk gered. Zijn ze dan dopeur of zijn ze geen dopeur? Als ik zeg, ik heb geen spijt van de doping, dat is niet populair. Maar het is misschien wel eerlijk. Maar ja, het was zo. Hij was de beste van de generatie. Misschien wel ook de meest agressieve. De arrogantste. Pas op, ik wil dat om je niet goed praten. Hè? Maar het is wel een feit, als je er op dat moment in zat en je wilt competitief zijn, dan had je geen andere keuze. De beste koersverhalen worden verteld op café. Wij nodigen jullie uit in het stamcafé van wielerhelden van vroeger en nu van kopmannen en knechten. Dit is Stamcafé Koers, de wielerpodcast van het Nieuwsblad en Bahamontes. Ik ben Michael van Amma, de host van de wielerpodcast van het Nieuwsblad. En bij mij zit de hoofdredacteur van Bahamontes, Jonas Heirik, intussen mijn vaste stamgenoot. Inderdaad. Wij belanden wel eens op café. Wij belanden wel eens op café, zoals vandaag. Meestal wel op een iets later uur dan vandaag. Vertel eens, waar zijn wij en hoe laat is het? Ja, wel, het is nog ochtend. Hè, en het gebruikelijke biertje hebben we voorlopig nog vervangen door een koffie. Het prut zit nog een beetje in mijn ogen, maar dat gaan we er straks wel uitwrijven. We zitten hier in de bar van het Parkhotel in Kortrijk. Dit is niet echt het stamcafé van onze gast, maar onze gast woont eigenlijk in Spanje. Is nu 4 dagen in het land voor Parijs-Roubaix. We hebben daarnet zijn gasten uitgezwaaid, want we zullen hem meteen maar verwelkomen. Doen we het samen. Johan Bruineel. Johan Bruineel, inderdaad. Johan heeft hier in het Parkhotel een aantal, vooral Amerikaanse gasten, die hier de komende dagen Parijs-Roubaix. Morgen gaan ze de cyclo fietsen. Ja. Dus dit wordt opgenomen voor Parijs-Roubaix. Johan is niet te vaak in het land. En dit was het gemakkelijkste. Je zit hier, je slaapt hier een paar verdiepingen hoger. Dus merci om tijd te maken. Graag gedaan. Alvast, graag gedaan. Ja. Johan, want vooral duidelijkheid, een stamcafé in België, dat heb je niet meer, hè? Niet meer. Ik ben van Izegem afkomstig, dus ik had vroeger twee supporterslokalen. Dus dat was Café De Peer. De Peer en... De uitbater was Jantje Kaas. Jantje Kaas. Dus twee cafés waar... Het was niet zo mijn stamcafé, maar mijn vader bleef daar nog nu en dan een keer plakken. Tot ontevreden van mijn moeder, maar goed. Ja, en het concept in deze podcast is normaal gezien dat wij aan onze gast vragen om voorwerpen mee te brengen. Voorwerpen die wij in het stamcafé, maar kijk, dat klopt ook al niet, aan de muur zouden hangen om een soort van tentoonstelling te houden. Johan Bruineel, tentoonstelling. Nu natuurlijk, Johan, jij leeft hier in je koffer, hier vanuit je koffer. Deze week wel, ja. Dus wij hebben zelf voor voorwerpen gezorgd. En ik moet zeggen, we zijn wel aan een aantal mooie voorwerpen geraakt. Uit jouw rijke wielercarrière ook. Dus voilà, wij gaan jou verrassen met de voorwerpen. Oké, dat is goed. Ik ben benieuwd. Jonas, zou jij beginnen met de eerste voorwerp? Of hoe gaan ja, misschien dat? Moeten we dat meteen doen, hè, Johan. Ik heb een juweeltje mee. Mm-hmm. Ik heb niks met een medaille, ja. Ja. Ja, een juweel, omdat uw vader was... Juwelier. Ja. En uw vader is een heel belangrijk persoon geweest in uw carrière en in uw leven. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, mijn vader was juwelier. Juwelier, houtsmid, horlogemaker. Ja. 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 En dus ik had een zeer, zeer, zeer nauwe band met mijn vader. Het was ook mijn grootste supporter. Dus ja, jammer genoeg is mijn vader op 53-jarige leeftijd plots overleden. Maar goed, ja, ik heb enorm goede herinneringen aan mijn vader. Was de belangrijkste persoon. Mijn moeder natuurlijk ook. Maar mijn vader was een heel speciaal iemand, ja. Want het is hij die toch ervoor gezorgd heeft dat hij eigenlijk renner bent geworden. Of die toch u een duwtje gegeven? Ja, een duwtje. Vooral zeer ondersteunend. Altijd daar met goede raad. Niet echt een fervent pusher, maar toch iemand... Ik wist dat hij er altijd was. En zijn rol was eigenlijk vooral... Ja, als het eens wat minder ging en zo, dan was hij er altijd en zei ik, oké, geen probleem, komt goed. Ja. Dus ja, dat is een mooi voorwerp, ja. Ja. En hij is eigenlijk ook indirect, zijn dood is een beetje verantwoordelijk voor een van uw grootste
prestaties als renner. Ja, ja, dat klopt. Was 1993, dus ik denk dat hij is overleden in mei. We waren net terug. Ik had de Vuelta gereden in 93. Toen de Vuelta nog voor de Tour lag. In april. Dat april, zo ver gaan we terug. Ja, je reed toen bij ons. Dat was toen mijn tweede jaar bij ons, denk ik. Dus hij was toen naar de Vuelta gekomen met een vriend van hem. Ze zijn daar een week of 10 dagen gebleven en zo. En dus die Vuelta verliep redelijk goed. En toen, op een dag in mei, kreeg ik plots een telefoon van mijn jongste zus dat mijn vader was vertrokken voor een fietsritje. In een onzitruitje naar In een onzitruitje, ja. Dat ja, hij van ja, u gekregen ja, had. Ja, ja. Ja, ja, ja. En hij heeft een hartaderbreuk. Dat is... Ja. En dus het was direct de plotse dood. En dat was natuurlijk een... Ja, ik was toen, denk ik, 6 of 27 jaar... Mijn carrière was eigenlijk op een keerpunt. Dus ik was van Lotto naar Onze gegaan. Ik weet dat die... Ja, dat was er enorm fier op. Dus dat was wel even... Kunt u niet voorstellen eigenlijk. Hè? Toen heb ik toch een week of 3, 4... een keer moeten nadenken. Ik kon niet meer trainen. Natuurlijk niet meer koersen en zo op dat moment. Maar je was voorzien eigenlijk voor de Tour te gaan rijden. En toen heb je laten weten naar Manolo van... Ja, ik had toen gezegd... Ik kan niet klaar zijn voor de Tour. Mijn kop staat er niet op. En op een bepaald moment heb ik toen toch... na een week of 3, denk ik... zo'n klik gemaakt in mijn hoofd. Ik zou de Tour willen rijden en ik moet iets doen speciaal voor ter ere van mijn vader. Ja. En dat is die fameuze rit in 93, dus de eerste keer dat ik een rit won in de Tour. Jij moet dan bellen naar Manolo van, is er toch nog plaats voor mij? Ja. Maar ik moet wel zeggen, Manolo op dat vlak, ik weet niet als ik een van zijn lievelingen was. Ik had altijd wel een voetje voor. Ja. Manolo Saiz. Legendarisch ploegleider. Ja. En ik heb hem toen gebeld. Hij kende ook mijn vader persoonlijk. Dus 92, 93 had hij al een paar keer op de koers geweest. En hadden ze het ook een paar keer in een bar blijven hangen. Dus, Vandaar dat je zegt, ze kennen hem goed. Elkaar goed. En ik bel hem op en ik zeg, kijk... Ik heb getraind, ik begin mij iets beter te voelen, ik ben gemotiveerd. Is er nog plaats? Dan zegt hij, oké, als je zegt dat je klaar zult zijn, dan mocht je rijden. Dus ik heb vanaf toen, ik heb dan nog rap een alternatief programma gereden. Nog ergens een rittenkoersje gereden, ik weet niet meer waar. Ja, de bedoeling was natuurlijk niet dat we hadden toen, ik denk toen, was Breukink en Zullen waren de kopmannen. Dus die reden voor het klassement. Ik wist in principe, dat ze, oké, als ik iets wil doen, moet het... redelijk vroeg gebeuren, want liefst voor de eerste tijdrit en liefst voor de eerste bergrit. Want anders mocht ik knechten. Ja. En dus, een bepaald moment, de eerste week, kwam die mogelijkheid. Ik heb eigenlijk aan niemand niks gezegd toen. Ja. Dus jij zat met dat plan, maar je hebt dat tegen niemand gezegd? Nee. Niet tegen de ploegleiding, de ploeg. Nee, tegen niemand niet, want... Als het dan mislukt? Niet alleen daarvan, maar goed, kijk... In een vlakke rit natuurlijk moet je toch altijd een beetje kijken waar de kopmannen zitten en zo. Ja. Dus ik heb mij eigenlijk op dat moment gezegd, oké, vandaag trek ik me van niks aan. Doe ik mijn ding. Ze zoeken het maar uit. En het was altijd in het peloton, er was een vroege ontsnapping. Wind in de rug ook, zeer een snelle rit. Nog steeds de derde snelste rit ooit. Ja, het was de snelste rit van de Tour. Dus. 49,42 kilometer per uur gemiddeld. Oké. Ik was het nummer vergeten, maar ik weet in ieder geval dat het was enorm rap. En dus op een bepaald moment komt er dus een hergroepering. Een aantal aanvallen. Ik schuif mee met een groep met... Girotto, denk ik. Johan Museeuw zat erbij... nog een aantal andere echt hardrijders. Ik zei, oké, dat ziet er goed uit. Ja. En toen ben ik op een bepaald moment... zag ik ergens een vals... ik kan niet zeggen een helling, een vals plat. En toen ben ik aangegaan. En vanaf... Dat weet ik nog. Dat moment was... Oké, that's it. Ja. Ik ben weg en ze zien mij niet meer terug. Straf. En dat was zo. Dus ik heb... Ja, als ik persoonlijk terugkijk op mijn carrière als wielrenner,
Dat is eigenlijk voor mezelf de strafste stoet dat ik ooit gedaan heb. Ja, maar 20 kilometer voor een jagend peloton. Ja, 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 ja. Ik heb erover laatst nog... Kijk, ik heb hem vorige week nog aan de telefoon gehad. Mario Cipollini. die was toen tweede in die rit. En die kwam over de meet. En die denkt... Die dacht dat hij gewonnen had. Ja, die steekt zijn handen omhoog. En... maar goed, hij had me dat verhaal al verteld, lang geleden. Maar we zijn er gisteren nog over, verleden week nog over bezig geweest. Hij zegt, ja, kijk, zegt hij. Dus hij was natuurlijk teruggekomen, want het was in waaiers achteraf. Ja. Ik was teruggekomen, geen oortjes toen. Geen informatie. Dus ja, alles komt samen. Hij komt op het laatste moment naar voren gebracht door zijn ploeg. Hij wint de sprint tegen Abdou Japarov, denk ik. Ja. En in één keer zegt hij, ik steek mijn handen omhoog en ik zie u daar staan. En zegt hij... Heeft hij niet opgegeven en die is met een kabinet naar de meet gebracht. En ja, hij kon er met zijn gedachten niet bij. Is dat mogelijk dat iemand voorop gebleven is? Ja, het laatste van de koers was aan 60 per uur altijd. Ja. Hè? En goed, ja, de dag van vandaag rijden ze altijd zo. Toen was dat eerder bijzonder. Ja. Ja. En op peloton zat je echt op de hielen. Je hoorde het, je zag het? Nee. Ik wist van niks. Ja. Ik had geen informatie. Nee, maar hoe dicht zaten ze op het einde? Op het laatste, ik denk dat ik win met een 15-tal seconden of zo. Dus echt nipt. Dus op het zijn allemaal die andere medevluchters wel een één voor één opgeraapt. En... maar dat was echt... tijdens die 20 kilometer solo ride was eigenlijk, heb ik constant aan mijn vader gedacht. Ja. Altijd, maar dat was echt verstand op nul. En dat moest. En dat zou zo zijn. En dat was ook zo. Ja. En ja, ik vind... daar heb ik eigenlijk ondervonden dat als de wil er echt is... En natuurlijk, ja, fysisch moet je in orde zijn. En moet de mogelijkheden hebben. Maar dat toch... Dat was een unieke ervaring eigenlijk. Dat was zo in een transe. Ja. En ja, als ik daar vandaag over spreek, dat ben ik nog altijd emoties. Ja, je ziet het. Dat je iets doet. Hoe was dat toen? Ben je dan... Ja, dat je was zit anders. In een transe, ben je dan ingestort op een bepaald moment? Nee. Dat was gewoon puur... Dat was, ik zat op mijn fiets. Ik moest die opdracht volbrengen. Ik ben over de meet gekomen. Eigenlijk niet echt ook uitbundig. Huh? Dat was gewoon oké. Op de hotelkamer of zo niet even dan? Ja, achteraf. Ja, mijn moeder is dan gekomen en zo, want het was in Amiens, dus net over de grens. Nog dichtbij, dat was natuurlijk emotioneel. Hè. Ja. En klopt het dat er dan achteraf de bloemen of de trofee op het graf van Ja, die trofee staat op het graf van mijn vader, ja. Nog steeds? Ja. Ik heb toen een trofee gekregen van... Er was ergens ook een jury. Die gaven toen, op die rit, de prijs van de beste stylist... Wat? De beste stylist? De mooiste renner. Qua positie. En dus ik heb toen die trofee gekregen. En elke etappe werd dat... Nee, voor die rit. Voor die rit. Ja. Maar dat was wel zo. Jij waart echt wel een stylist, hè, Johan? Ja. Mijn stijl was niet mis. Ja, mis. Dat was de charme. Ja, ik was toen jong en... Ja, als wij als jonge mannetjes de Tour naspeelden... Johan Breneel was niet de grootste naam, maar ik was toch af en toe Johan Breneel, omdat hij zijn stijl, dat was af. Frank Heijnen heeft bij ons een stuk geschreven over de mooiste renners ooit in het peloton. En Johan stond ook in de top 5. Ja, en dat die Onsee-tenue. Dat was toen de hype ploeg eigenlijk. Hè. Ja. Dus, heel mooie auto. Simpel truitje. Ja, goed, ja. En die een trofee van de mooiste stylist staat... Ja, die staat vastgewezen op het graf van mijn vader. En hoe ziet die eruit? Wat is dat? Het is zo'n kunstwerk. Het is een wielrenner natuurlijk, maar het is zo'n beeld. Het is niet gewoon een trofee. Hè. Het is een mooi beeldje. Ja. Ja. We gaan er nog een voorwerp en een foto bij halen. Ja. Ook de Onsee-periode. En Johan, het waarde jij die zei, want wij dachten het is een banale foto. Het is Johan met een truitje van Onsee dat hij aandoet over een polootje en een jeansbroek. Maar jij zei toen meteen van, hola, goeie anekdote. Ja, dat is een zeer goede anekdote, De jeansbroek vooral, blijkbaar. Dat is het verhaal. Hè? Was er nog een andere mode ook, zie ik. Hè? Nee, dus dat is Palma de Mallorca, 1992. Toen was er de laatste wedstrijd in de wereldbeker was een individuele tijdrit. Ja.
De Grote Landenprijs. De Grote Landenprijs. Toen was het normaal gezien waren het alle winnaars van de wereldbekerwedstrijden plus de top 10 van het wereldbekerklassement. Dan waren er nog 2 of 3 invitaties. En ik weet nog goed hoe ik hier aan de start gekomen ben. Dus ik had geen wereldbekerwedstrijd gewonnen. Oh, die top 10. En de invitaties waren... Dus er was 1 renner van onze die geïnviteerd was. Dat was Joan Llaneras. Die was van Mallorca. Oké. Okay. Later nog 10 keer wereldkampioen. Ja, op de piste. Olympisch kampioen. Met Isaac Galf. Ja, met Isaac Galf. Die was ploegmaat van mij toen, in onze. Ja, en dus 3 dagen voor de wedstrijd werd hij ziek. En Manolo belt, oké, kun je komen? En dat was, het seizoen was gedaan. Ik had net de Ronde van Lombardije gereden. Het seizoen was afgesloten. En ik zei, ik heb 3 dagen niet op mijn fiets gezeten. Oké, kom maar af. Kijk, we... En toen ben ik daar de woensdag naartoe gegaan, denk ik. En toen kwam Look, dus het merk Look, het fietsenmerk. Ja. Die kwamen toen met een prototype tijdritfiets. De eerste tijdritfiets ooit. Die futuristische monoblok. Prachtige fiets. Ja, en daar kwam een doos toe met een fietskader. Dat moest nog gemonteerd worden. Ja. Manolo vroeg als ik die fiets wou testen. Dus ik heb dat toen... ze hebben dat dan s'avonds gemonteerd. Ik heb daar in de morgen van de tijdrit een uurtje mee rondgereden. Verder niks. Ja. Voor het eerst. Amai. Ja. En ik moest ook vroeg starten. Ja. Ik was de 3e of 4e die startte. Ja, want jij wacht maar een NVT. Ja. Ik reed een sterke wedstrijd, dus best in tijd. Iedereen moest nog komen. Maar er kwam niemand. En ik was in het hotel. Jij was al naar het hotel terug. Ik was gedoucht. De dag van zit erop. Kijk, jeansbroek aan, alles. En toen kwamen de laatste mannen. We waren aan het kijken op tv. En ik zei, ik ga moeten naar Hinder gaan. Hè. En toen belden ze mij rap naar het hotel. Er waren nog geen gsm. Nee, dus was echt aan de receptie. Ja, en dan ben ik paniek geweest. Ja, aan het podium. En toen rap een trui uit mijn valies. En naar het podium. En dus hier trek ik die een trui aan. En ik weet toen Jean-Marie Leblanc, dat was toen georganiseerd door ASO, door de Ronde van Frankrijk. De toerdirecteur, baas van ASO. Die was enorm kwaad dat ik toen met mijn jeansbroek op het podium stond. Er is ook een foto van jeansbroek op het podium. Ja. Geweldige anekdote. En wie stond er naast u op het podium, weet je dan? Want het waren de allerbeste. Dus, tweede was Tony Rominger. Ah ja, amai. En derde was Ekimov. 2 gepatenteerde tijdrijden. Maar goed, er waren ook natuurlijk een goede tijdrijder. Ja, Rominger had de week ervoor de Ronde van Lombardije gewonnen. Dus die was in topvorm. Maar die lookfiets was wel goedgekeurd. Die lookfiets was goedgekeurd. En ten andere, ik heb die fiets die heb ik in mijn bezit thuis. Dezelfde waar dat ik ga? Ja, die fiets. Die heb ik thuis. Hoe kom de dag? Ja, ik heb die later via Manolo gekregen van hem. Ja. Amai. Maar pas op, 5, 6 jaar geleden maar, hè. Die had hij nog. Die had hij nog staan. Ja. Ah, de Manolo dat wel vaker zo de fietsen van belangrijke dingen. Ja, maar die heeft er veel. Ja, heeft er zeer veel. Ah, ja. Want jij bent een beetje begonnen zo met. Er heeft zelfs een artikeltje in de krant gestaan van iemand die lookfietsen had. Hè, en dan is er een ruilhandel. Ja. Jij bent bezig met zo terug objecten van jouw carrière een beetje te verzamelen. Ik neem aan dat je soms verhalen tegenkomt van dat ergens belandt. Dat je denkt, hoe in godsnaam belandt dat daar? Ja. Hè? Ja, moeten toch rare verhalen tussen zitten van hoe kan dat? Dat is een interessante hobby geworden. Ik ben daar 3, 4 jaar intensief mee bezig geweest. Zo. Nu is dat wel afgezwakt. Maar omdat ik heb het grootste gedeelte van mijn fietsen ofwel terug, ofwel heb ik een replica van hetzelfde merk, hetzelfde kleur, dezelfde maat en zo. Dus op een bepaald moment moet je er ook wel ergens een beetje mee stoppen, want anders loopt dat uit de hand. Ja, dan geeft het veel geld uit, hè, Johan? Ja. Het is beter als oldtimers auto's verzamelen. Fietsen neemt minder plaats in, maar die fiets die heb ik nog. Dat was ook de best mogelijke reclame. Of hebben ze dat toen niet breed uitgesmeerd? Als dat nu zou gebeuren, dat er met een prototype vandaag mag dat niet meer, hè? Want het moet beschikbaar zijn in de handel. Hè? Dat is ook waar. daar weet ik ook nog een goed verhaalje over. Nu, als je op de website van Factor, het merk waar dat Israël Premier Tech mee rijdt, en waar dat AG Dessert vroeger mee reed, de fietsen zijn sowieso allemaal heel duur. Maar als je op de website kijkt, staat de tijd tijdritfiets voor een waanzinnig bedrag. Ik weet nu niet hoeveel dat is, maar stel €100.000
He, terwijl dan een gewone fietsen 12.000 of 13.000 euro. Het is wel verkrijgbaar in de handen. Hoe zit het dus? Blijkbaar, ik denk dat het de Australische Olympische ploeg was, die zei van, met die fiets willen wij onze renners laten rijden op de Olympische Spelen straks in Parijs. Maar ze wilden dat die fiets eigenlijk exclusief bleef voor hen was. Dus ja, dat wilden ze dan doen. Maar inderdaad, je mag er alleen maar mee rijden als dus de fiets beschikbaar is. Mm-hmm. Dus staat die fiets nu zodanig duur geprijsd tot de Olympische Spelen. En dan na de Olympische Spelen zal die waarschijnlijk weer staan. Dus normaal gezien gaan we de Australische nationale ploeg. En wat als wij een crowdfunding organiseren en we leggen 100.000 euro op tafel, dan hebben ze een probleem daar ergens bij. Ja, bijvoorbeeld. Maar dus dat is inderdaad, nu zou het niet meer mogen, maar toen kon het dus wel. Ja, toen was het een prototype en dat is dan achteraf, vanaf 93 eigenlijk zijn die fietsen, we hadden toen eigenlijk, als je een keer bekijkt, dat is ondertussen 33 jaar geleden. Hè? Ja. Dat waren eigenlijk futuristische fietsen, die technologie toen. Vooral op het gebied van aerodynamica waren wij 20 jaar voor eigenlijk. Ja. Manolo Saiz, dat is een legendarische figuur. Hè. Het is moeilijk om precieze anekdotes over hem te vinden. Ik weet niet of jij er hebt, maar er was wel één verhaal, Jonas, dat in Bahamont is gestaan heeft. Er was iemand die in de Tour altijd van dat jullie ervoor gingen enzovoort. En dan, ik weet niet welk jaar dat was, maar in de Tour iedereen zat is het echt... Is ene keer ontploft. Iedereen zat aan blok, niemand kon meer, maar hij bleef maar zeggen, Manolo, kom aan, kom aan. Mm. En de braafste van de hoop heeft op een bepaald moment gezegd, terwijl Manolo echt wel een figuur was, dictator werd een beetje gezegd van, fuck you, Manolo, vertel eens. Er was opstand, breuking. Dus het zat hem te hoog van, kan niet meer. Ja, maar kan dat wel. Ik zelf, ik weet niet als ik in die Tour bij was... Maar ik ken het verhaal. Manolo was enorm gedreven, passioneel, echt altijd. Die gaf nooit op, die bleef er altijd in geloven. Je moest ook als ons zijnde altijd jullie laten zien. Ja, maar het was altijd wel met een bedoeling. Het was niet om ons te laten zien, het was altijd, had altijd wel een gedachte achter. Hè. Maar in die bepaalde tour, dus onze ploeg reed niet goed. Iedereen was eigenlijk al het bobijntje af. En als je dan nog iemand hebt van, kom en we gaan er weer voor. En iedereen zat daar. Erik Breukink is nu echt de laatste waarvan je zoiets zou verwachten. Dus dan kun je eigenlijk voorstellen hoe hoog het zat. Hey, die heeft gewoon gezegd, fuck you. We doen het niet. En toen heeft hij toch nog geprobeerd tijdens de wedstrijd om... Ja, dat gaf niet af. Maar de renners hebben toen gezegd van... Ja, nee, ik denk, maar als je niet meer kunt, kun je niet meer. Want het was een aanstekelijk figuur. Dat was eigenlijk... Ja, op een bepaald, ik heb mezelf ook... Dus ik kwam van Lotto. Ik kom in die passionele cultuur terecht. Ja. En dat was echt... Daar ga je echt in mee. En vooral ook als je dan als ploeg op kop rijdt. Ja. Dan heb je dat... Diezelfde passie mee. En, we hadden soms een gevoel van... Ja, wij zijn onoverwinbaar. Wij kunnen dat hier gewoon. Ja. Er is ook de anekdote. Dan springen we even naar uw periode als ploegleider. Waar dat met Manolo af en toe in de clinch ging. En je hebt een legendarisch duel uitgevochten. Nozal tegen... Tegen Eras. Ja. Oeh, dat was ja. Waar dat... Saiz ook liet zien uit wat hout dat hij gesneden was. Die was zo daarvan begeesterd dat hij soms niet meer wist wat hij deed. Dus ontoerekeningsvatbaar noemen ze dat. Die fameuze rit, dat was over Navacerrada. Dus de Ronde van Spanje, 2003 kan dat zijn. Ja, ik weet het niet. Nozal vecht het uit tegen Heras. Het was 2003, denk ik. Dus Nozal, die was leider. Die had... twee zeer sterke... Toen was de tijd nog dat er 60, 70 kilometer tijdrit was. Ja. Dus die nam 2-3 minuten. Toen moesten wij met onze ploeg en met Eras proberen, beetje per beetje. Dus, en Nozal, die zakte wel wat terug, maar had altijd nog genoeg om leider te blijven. En die fameuze rit over Navacerrada, dus Nozal die zakte in elkaar en... Eras was weg en er waren nog een aantal andere renners voorop. Dus, en op een bepaald moment rijdt Manolo alle groepen voorbij en die rijdt de motor van de Spaanse tv van de weg. en dus dat was op camera en dan begon die... dat kan niet. Het was op een call. De motor had volgens Saiz
Die heette Dicht, ja. Heras Heras had er voordeel bij in zijn ogen en hij zei, ik rij hem dan gewoon maar van de baan. Ja, luister. Ontoerekeningsvatbaar. Er gebeuren soms dingen in de wedstrijd. En vooral, luister, als je voorop rijdt, dan zit je altijd in het voordeel. Dat weet je sowieso. Dat gebeurt vandaag nog. Ja. Als je Milan Sanremo over de Poggio komt en je komt beneden aan de afdaling, dan heb je voordeel sowieso van... voordeel. Ja. Parijs-Roubaix. Iemand die Carrefour de l'Arbre overkomt, heeft de motos. Dat is zo. Maar goed, ja, Manolo die heeft toen... En het probleem was natuurlijk, het was live op tv. En dan heeft hij nog een keer beginnen te bedreigen en zo. Dan is hij uit koers gezet. Ja. Maar Nozal, die had toen nog... ik denk nog meer dan een minuut 40 of zo, voor de laatste tijdrit. De laatste tijdrit was een klimtijdrit op Alto de Abantos rond Madrid. En Manolo mocht in de wedstrijd niet. Nee. Dus toen heeft Heras nog 2 minuten goed gemaakt. En die de ronde gewonnen, ja. En Nozal is daarna nooit meer goed gekomen, hè? Volledig in elkaar gezakt, ja. Johan, jij was in de auto ook wel iemand die kon sturen in dat peloton. Er is het verhaal, Fernando Alonso... Tweevoudig wereldkampioen Formule 1, die is wel wat gewoon in de auto. Die was op een bepaald moment met jou mee als VIP. Die zat in de auto en die vond dat rijden in peloton, zelfs als Formule 1-coureur, toch wel heel indrukwekkend. Ja. Vertel eens, dan op een bepaald moment... Dat was ook in de Ronde van Spanje. Eerst is verschillende keren mee geweest. Later ook nog in Monaco en zo in de proloog. Maar toen in de Ronde van Spanje, we hadden toen een rit in Asturias over... Dat was de rit naar de Angliru. Ja. En dus Fernando is goed bevriend met Checho Rubiera. Ja. Die was toen bij ons renner. En dus zegt kan die een keer mee? Ik zeg, geen probleem. Dus, jij bent een Formule 1 wereldkampioen naast dus, je. Maar ja, dat is, hij zei mij toen ook, zegt hij, zegt hij, ik kan dat niet aan. Dat is te stresserend, want die mannen zijn gewoon vanzelf de controle te hebben. En zegt in de wielersport, je rijdt niet snel. Je rijdt maximaal 60 per uur. Ja. Maar het is rally. Het is constant. En dan ben je een keer bezig met een andere. Toen nog, en nu gebeurt dat ook niet veel meer, maar toen werd er wat geklapt tussen de andere sportdirecteurs, met je spiegels tegen elkaar. weet ik veel. Of als je ergens naast een auto moet je een spiegel inklappen om wat dichter... Hè. Ja. Zegt hij, sorry, zegt hij, ik ga, kijk, aan de bevoorrading komen ze mij ophalen. Ik kan dat niet aan. Dat is wel een, Om maar te zeggen hoe chaotisch dat daar aan toe gaat. Ja, het is soms chaotisch. Ja. Laten we even terugkeren naar de carrière als renner, want we hebben er nog een laatste foto bij. Niet de laatste foto, maar een laatste foto van bij ons. Een legendarische foto. En we hadden het weer zelf niet gezien. Maar Johan, je hebt een ongelooflijk oog voor detail. Jij rijdt hier. Het is in de rit die de uiteindelijk wint. Dus een redelijk legendarisch moment. Ja, maar jij toerrit ziet de toerrit naar Serrain, dacht ik. Luik. Die de wint met... Ja, met Indurain. Ja. Met Indurain. Maar op de foto ziet jij, en hij is heel klein... Lance Armstrong. Dus als ik die foto zag, ik zeg, tja, kan ik even kijken. Dus dat is een... Het beeld waar dat wegrijdt. Ja, dus we waren in ontsnapping. Tour dat van 1995. Dat was toen ook eigenlijk een rit. Ook weer eigenlijk een speciale anekdote achter die rit. Dus Tour 95, toen hadden wij een zeer sterke ploeg. Zulle, Jalabert, Mauri, Breukink... en deze bepaalde rit hier naar Luik. Wij hadden de opdracht om de koers hard te maken, om eigenlijk de sprinters te elimineren, want de bedoeling was dat Jalabert geel ging kruisen. En dus die was virtueel onderweg al in het geel, dus via de bonificaties. En dus moesten we eigenlijk proberen van mannen zoals Cipollini bijvoorbeeld te elimineren. Ja. Toen was dat wel al met oortjes. Ja. Maar er waren er 2 of 3 in de ploeg. Ja. Jij had geen oortjes. Nee, ik had geen oortjes. Gelukkig. Ja, gelukkig. Knipoog. Voor degenen die luisteren, doet een knipoog. En dus op die foto hier, dat is een foto waar ik versnel op de Monteux. Ja. Dus als laatste eigenlijk van de ontsnapping. En
Toen is Indurain vanuit de achtergrond gekomen en vanuit het peloton. Maar ik zie hier in de verte, in vierde positie, zie ik hier een Motorola-renner die mijn wiel niet kan houden. Ik spreek er soms over met hem. Dus, Lance Armstrong. Hier werd hij gewoon uit het wiel gereden door Bruneel. Goed, ja, ik ben toen voorop gebleven en Indurain die kwam van achter het peloton. Ja, want jij dacht in het begin van, ah, mijn kopman is daar waarschijnlijk. Hè? Maar nee, dus ik zei, goed, we gaan nog even door. Hè, want ja. Ze komen wel vanuit het peloton. En ja. Ondertussen wordt er gekoerst in het peloton en worden die sprinters gelost. Ja. Maar er was er maar één meer die kwam en dat was Indurain. Ja. Wat niet van zijn gewoonte was, hè. Indurain was de volger en in de tijdrit de loszet op, maar plots was hij daar. Ja, maar het is ook, dan, die was toen zo sterk ook, dat hij, ik heb het er achteraf nog met hem over gehad, die is toen eigenlijk ook weggereden zonder eigenlijk te demareren. Dat de bedoeling was. Ja. Ah, ja. Maar goed, ja, in één keer zie je, ja, er is hier niemand meer. En toen, ja, ik kwam toen weer op te zitten met hem. Dus ja, toen kreeg ik wel, toen kwam er een auto van de tweede ploegleiderswagen die kwam toen. En toen direct, ja, niet meer meer rijden. Dus ja, mocht niet meer rijden. Wat dan logisch. Ja, want als je de beelden bekijkt. Dus ik zit in het wiel van Indurain en onze is op kop aan het rijden achter ons. Ja. Hè? Voor twee redenen. Eerste plaats, Jalabert was virtueel in het geel. Plus, we waren daar om de Tour te proberen te winnen. Voilà. Ja. Wordt uiteindelijk tweede in die Tour. Dus, ja, ja. Ze waren daar de Tour aan het verliezen, eigenlijk. Maar goed, ik zelf natuurlijk dacht... Shit. ik dacht, ja, oké, Miguel, blijf maar rijden, alstublieft. En ja, in de sprint ga ik u toch kloppen. Dus als ik niet op kop rij... Ja. En ja, toen had ik nog de hele trui als cadeau, eigenlijk. Ja. Daar wel op de Col de la Forge was, denk ik. Côte de Forge, ja. Côte de Forge, ja. Daar moet je echt op je tanden bijten, ja. Om dat wiel gewoon ja, te... Ja, ja, dat was ongelooflijk. Ik heb dat eigenlijk van dichtbij meegemaakt. Die prestatie van Indurain, ik denk dat nog altijd een legendarische prestatie is. Dat was eigenlijk het parcours van de finale van Luik-Bastenaken-Luik. Ja. En... eerst was Erik Boyer er nog bij ook. En ik zag die op Côte de Forge. Ik zag die schakelen op binnenblad. En die was direct weg. Ik zei, oké, shit. Ik mag hier niet schakelen. Hè. Dus, op het buitenblad, de Côte de Forge. Ik schakel maar als Indurain schakelt. En die lag buitenblad en die bleef maar recht staan. Ik zei, oké, ja, wanneer gaat hij hem neerzetten? Hè? En die stond niet neer. Die zette hij niet neer. Je hebt niet geschakeld. En dus, ik heb geschakeld, maar niet op mijn binnenblad. Ja. Dat is ook de enige keer dat we... Toen hadden we ook nog natuurlijk niet de versnellingen zoals nu. Ja. Toen moest hij eigenlijk naar binnenblad op een bepaald moment, omdat je niet genoeg kroontjes had van achter. En Indurain die bleef, ik zeg, die kan het parcours niet. Ja. Hè? Maar goed, ik heb toen niet geschakeld. Maar ik heb toen wel twee keer geluk gehad. Dus er stond enorm veel volk. Enorm veel volk. Rijen dik. Ja, en dus twee keer heeft hij moeten inhouden voor een Belgische vlag. Geprezen zij de vlag. Dat heeft me eigenlijk gered. Ja. En dus toen we boven kwamen natuurlijk, was het, ik zei oké, nu alsjeblieft rij vol een bak tot in Luik. Ja. En uiteindelijk hadden nog moeite in de sprint. Ja, ja, ja. Hè? Ja, ja. Nee, voor het mij was geen dood vogeltje. Voor mij had het gemakkelijkste geweest natuurlijk een paar keer overnemen. Ja. Toen had ik zeker de rit gewonnen. Ja, dan ging hij gezegd aan van... Ik... Maar nu wou hij me niet laten winnen. Dus oké, het is natuurlijk Indurain. Was geen trage, hè, Indurain. Nee, dus moest ik eigenlijk nog goed rekenen. Ik zei, van niet te vroeg te beginnen. En goed, het is dan uiteindelijk gelukt. Ik heb dat toen nog, die een dag eigenlijk... ik denk dat toen de meest gehate persoon in Spanje was. Ja? Ja. Ja, dat was toen ook natuurlijk onze Banesto. Ja, wij waren, dat was al, dus dat is precies rivaliteit dat is Barcelona, Real Madrid. Ja. Maar wij waren natuurlijk de Spaanse ploeg, maar met allemaal buitenlanders. En Banesto was... De Spaanse ploeg met met de Spanjaarden. En dus, dat was... ik heb toen veel, zeer, zeer, zeer veel... bedreigingen? Kritiek, haatmail, bedreigingen gekregen. Ja, ja. Oei, oei. Ja. Toen de tijd was er nog een service in de Tour... E-mail bestond nog niet. Hè. Dat heette Dinapost. Dinapost, dat konden de fans schrijven naar om het even wie. Ja? En dus de Tour die verzamelde dat en die brachten dat dan naar het hotel. Nee. Ja, kreeg je altijd zo'n pak brieven. Schitterend. Ja, postkaarten. Dus. Ja. Ik heb toen verschillende... Ik kreeg, we wachten nu op in de Pyreneeën. Oei. Ja. Amai, via Dinapost. Ja, via Dinapost. Ja.
Ja, maar goed, maar Miguel zelf, dus ik heb direct na de meet heb ik gesproken met hem. Die heeft direct mij gefeliciteerd. Zegt, geen probleem, ik begrijp de situatie volledig. Het was wat dat moest zijn. Tuurlijk. Maar goed, maar de Spaanse media natuurlijk, die hebben daar ook opgesprongen. Oh, dat kan niet. En ze waren natuurlijk pro-Banesto anti-Once. Ook een beetje door de controversiële figuur van Manolo natuurlijk en zo. Ja. En dat was toen... ik heb dat heeft een tijd met... Vandaag krijg ik dat soms nog... Berichten over op social media. Want gewoon effectief nog in Madrid, dus af en toe... Ja, soms dat gebeurt nog. Ja, kijk. Ja. Uiteindelijk gaat de weg bij ons, hè? Ja. Niet dat jaar, maar het is twee jaar. Ja, dat jaar. Ah, is dat jaar? 95. En het is in die tour dat je eigenlijk dan al beslist om weg te gaan. Nee, absoluut niet. Nee. Want toen, dat was toen het eerste jaar... dat was toen het eerste jaar dat de Vuelta van... April, mei naar september. Ah, het was in de Vuelta. En dus toen na die tour van 95 heb ik toen nog de Vuelta gereden. Toen werd ik derde in de Vuelta. Podium. Ja. Dat was in die tijd voor een Belg ook ongezien. Hè? Ja. We hadden al, het was denk ik van Impen geleden dat er nog een Belg... Ik weet het niet meer. Het was al sinds heel lang. Ja, en toen dus Manolo, ik wou blijven. Manolo wou dat ik bleef, maar we hadden nog niet gesproken. Ja. Over, ik zei, maar die blijft maar wachten. Ik zeg, ik ga zelf niet beginnen, want dan sta ik in een zwakke positie. Ja. Dus ik ga maar komen als hij het zelf vraagt. En die kwam niet. Maar die ging er natuurlijk vanuit dat ik zou blijven. Ja. En ik wou ook blijven. Ja. En toen, tijdens de Vuelta, komt Jan Raas. Die had toen... op het laatste moment een nieuwe sponsor gevonden. Dat is maar in september gebeurd. Dus in september heeft hij een sponsor gevonden, Rabobank, voor de ploeg van, wat was het toen, Word Perfect of Novel? Novel zal het geweest zijn. Die hadden eigenlijk al alle hoop opgegeven en toen kwam die en er waren geen renners meer beschikbaar. En ik stond natuurlijk in een positie van, ik reed derde in de Vuelta, einde contract. Er was niemand op de markt. Dus ik zeg, we gaan ook praten. Dus... toen is hij drie keer gekomen tijdens de Ronde van Spanje. De eerste keer heb ik gezegd van nee. De tweede keer heb ik... en de derde keer heb ik... en er kwam altijd maar... geld bij. Altijd maar geld bij. Dan heb ik naar Manolo gegaan en gezegd... dat is de situatie. En dan zegt hij, tekent, want ik kan dat niet. Ja. Toen heb ik bij Rabobank getekend. Voor het geld een beetje. Absoluut. Het was een voorstel waar ik niet kon nee tegen zeggen. Ja. Het was eigenlijk... dus door het feit dat hij in de ploeg zo laat was, dat er geen renners op de macht waren. Jij zat in een machtspositie natuurlijk. Maar pas op, Manolo was wel zo. Dus ondertussen was Once zo'n institutie geworden ook. Dat Manolo ervan uitging, die mannen blijven wel. Ja. En kijk, hoe langer dat gewacht natuurlijk. Ik heb dan achteraf natuurlijk in een andere situatie, in een andere positie gestaan als ploegmanager. En hoe langer dat gewacht... hoe minder mogelijkheden dat de renners hebben. Ja, voilà. Hey? En dan sta je zelf in een sterkere positie. Ja. Dus dat was zijn spel. Zijn tactiek, hey? Ja. En hier in dit geval kwam er nu op het laatste moment een sponsor. Ja. En toen... draaide het in u voor. Ja, dus en Breukink ook. Hey? Dus toen zijn Breukink en ikzelf alle twee vertrokken. Alle twee van ons naar Rabobank gegaan. Breukink was Nederlander, dat was wel meer... Maar goed, hij was ook einde contract en hij had ook nog niet... Voilà. Dus Manolo, zijn slimme tactiek keerde zich plots tegen hem. Ja, maar goed, dat was natuurlijk zo. Als je dat niemand verwachtte dat Jan Raas in september nog met een sponsor zou komen. Hè. Onze volgende foto gaat over Rabobank. Michael, ik denk dat hij in de doos moet zitten. Voilà. Ja. Johan. Legendarische foto. Ja. Een foto waar dat jij uit een ravijn kruipt. Mm-hmm. Ik veronderstel dat ik u niet moet nadenken over welke ravijn het gaat. Absoluut. Nee, zeker. Afdaling van de Cormet de Roseland. 1996, dus eerste tour bij Rabobank. Eerste bergrit ook. Ja. Dus ik was mee met de kopgroep. We hadden ondertussen al, ik denk dat we... ik weet niet of het Tourmalet, we hadden Tourmalet al gedaan, denk ik. Of de Madeleine, ik weet het niet meer. Tourmalet is Pyreneeën en Madeleine is Alpen. Nee, Madeleine. Madeleine, ja. Madeleine, zeker. Zeker Madeleine. Komen we op op de top van de Cormet de Roseland, 15 man samen of zo. En
ja, die afdaling in één keer. Ik weet nog goed, ik zat in het wiel van Rominger. Rominger, die ik kan niet zeggen dat hij de bocht mist, maar die moet zo volledig aan de buitenkant. En ik zat aan de en ik werd meegedreven zo. En ik kom op, ja, de grind, zo van grind, steentjes, ja. Verlies de controle en poef, de dieperik in. Hè. En dat was, ja... dat is zo een van die momenten die je bijblijft. Zo van een momentopname dat ik dacht... Oké, ik weet nog goed, ik rijd... Natuurlijk, ik zie dat gebeuren. Er stonden van die betonblokken, dus ik rijd erover. En ik weet nog dat ik in de lucht hing. En, zei, en dacht, shit. Dit is het. Dat moment. That's it. Bewust ik ben dood. Ja. Ja, het volgende moment dat je weet, rolt er naar beneden en ik kruip weer naar omhoog en kruip weer op mijn fiets. En als je dat hier bekijkt, dus dat, we reden toen nog zonder helm. Ongelooflijk, dus, hè? En ik had toen een petje op van Rabobank en ik heb hier al 3 of 4 koprollen gemaakt en ik heb nog altijd dat petje op. Dat petje stond nog recht. Ja, dat petje stond nog perfect op mijn kop. Goed grief, dat petje. Je moet eigenlijk ja, geluk hebben, hè. Geluk in je ongeluk. Toen heb ik toen kreeg ik een reservefiets aangereikt. Ben ik weer vol een bak naar beneden gereden met Ekimov. Ja, met Ekimov. Eigenlijk absurd, hè? Allee, dus het ene moment hang je in de lucht, denk je, mijn laatste uur heeft geslagen. Ja. En dan enkele minuten later zit je terug af te dalen. 20 seconden later. 20 seconden later. Ja. Absurd. Ja. Maar goed, ja, daar sta je niet bij stil. Hè. Je zit zodanig in die wedstrijd, adrenaline, die drang om weer... Ja, was de eerste bergrit. Ik had nog geen goed seizoen gereden. Ik was redelijk content waar ik zat. Ik zei, oké, dat komt hier goed. Ja. Want het is altijd een beetje afwachten. De eerste bergritten. Hè. En ik was toen ook kopman van Rabobank. Hè. Ik had, ja, ja, nummer 81. Voor dat geld, Johan, mocht dat wel. en dus ja... We zijn toen nog teruggekomen eigenlijk bij de kopgroep aan de voet van de laatste klim. En toen is in één keer bij mij het licht uitgegaan. Ik denk meer mentaal als fysisch. Ja, het besef van waar ben ik aan ontsnapt. Ja. En ik heb toen zeer veel tijd verloren nog op die laatste berg. Dus eigenlijk was uw tour daar al... Allez, uw klassement al ja, toch? Ja, het klassement was gedaan. Maar goed, ja. Ik heb dan een dag of drie daarna opgegeven. Denk ik had een spierscheur in mijn kuit. Ah ja. Beetje het gevolg van die... Ja, gevolg van dat, maar... Maar dat ik mij afvraag, hè, want ze zeggen dan vaak... Dan schiet heel uw leven, zie de hans uw leven passeren. Oh, heel uw leven precies niet, maar dat moment dacht ik wel, oké. Ik ben dood. Ja, dat is het bangelijkste. Maar ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik vraag me af... Voel je angst, voel je berusting? Toen weet ik wel, ik ben toen... Dat zit ook in roes eigenlijk, hè. Dus naar beneden rijden, dan krijg je die klop eigenlijk op de laatste klim... Maar als ik in het hotel was toen heb ik daar zitten schreeuwen met een klein kind. Ja. Want dan zei shit. Dat kan ik niet voorstellen. Ja, dat is even een shock. Er is ook een foto van, het is in beeld geweest, dus dat maakt het ook allemaal zo iconisch. Ja, hè? Mensen hebben het gezien en het was zelfs, want ja, dat seizoen bij Rabobank was niet zo goed. En dan heb je ergens ook in een interview, toen het terug beschouwd werd op dat seizoen, of vooruitgeblikt naar het volgende seizoen, zei je, ja, ik heb niet zo'n goed seizoen gereden, maar ik heb wel veel publiciteit gepakt bij Rabobank met dat moment. Ja, dat werd wel over gesproken, het was wel een iconisch altijd, beeld. Nog altijd, dat zijn beelden, dat komt nog elk jaar terug. Ja. En het beste van alles, Johan, het schijnt, die plaats is een beetje vervloekt voor u. Ja. Het is niet uw enige accident dat klopt, daar. Dat klopt, ja. Kijk, nu dat je ervan begint. Ja. Ik heb toen jaren later als ploegleider in de afdaling... de eigenaar van de ploeg, Tom Weisel, die was van de US Postal ploeg. Die was toen afgekomen naar de Tour en die zat bij mij. En we reden de Corme de Roselaan omhoog en dan naar beneden. En ik zeg, kijk, hier heb ik... ik was aan het zoeken naar de betonblok. Bocht, het is die een bocht niet. Nee, het is de volgende. En in één keer komen eraan. Staan ze stil in één keer voor. En ik rijd, boem, van achteren in diezelfde bocht. Die rijd ik van achteren in een andere auto. En de auto was kapot eigenlijk. Ik kon niet meer verder. Ik heb toen rap moeten... Dirk de Mol, de tweede ploegleider, via de radio. Dirk, kun ik je komen? wat is het? Ik zei, mijn auto is kapot. Dus, en ben dan met de grote baas. Dus rap veranderd van auto. En toen heeft Dirk, denk ik, weet niet of hij met mij mee... Maar in ieder geval, die een auto heeft toen... dat was toen bovenop...
weet niet, als het Morzine was. Of Morzine. Nee, niet Morzine. Courchevel. Ja. Courchevel. Heeft een eerste auto van US Postal de finish gepasseerd op een takelwagen. Ja. Maar, op exact dezelfde plek. Dus je verzint het niet. De Cormet de Roselan, dat is niet je favoriete locatie. Mijn naam staat erop geschilderd op die... op die betonblok? Zo drie puntjes, zo drie grote punten. Heeft er iemand, en dan, hier was Johan of zo. Maar, echt nu nog altijd. Johan was hier. Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie. Johan, uiteraard renner geweest, maar zeker en vast ook ploegleider. Hè? Ploegleider van Lance Armstrong. Ja, een Amerikaan, Lance Armstrong, overlever, kankerpatiënt. Hoe kom je daarbij terecht? Hoe komt hij bij jou terecht? Mm-hmm. Hoe komt dat hij toevallig eigenlijk ploegleider worden? Ik ben gestopt in 1998, net voor de Vuelta. Toen was ik geselecteerd voor de Vuelta. Toen heb ik Manolo gezegd, oké, ik ben niet klaar. Dus ik heb liever dat je iemand anders meeneemt. Toen had ik eigenlijk al mentaal beslist van, oké, het is gedaan. Het is gedaan. Dat was na de Festina-tour eigenlijk. Ja. Toen werd ik eigenlijk aangesproken door de Rennersvakbond, de CPA nu. Ja. Was toen, ik weet niet hoe dat toen dat heette, maar... die hadden gehoord dat ik zou stoppen en zo. Dus had ik een vergadering met die mensen in Barcelona. Toen hebben ze mij een voorstel gedaan. Ik zeg, oké, ik wil dat wel een keer kijken als ik dat kan doen. Maar ik zeg, ik wil eerst eens met de renners spreken. Dus ik heb toen van de gelegenheid gebruik gemaakt. Er was rustdag in Barcelona, de Vuelta. En ben ik een aantal renners gaan opzoeken. En dus de eerste die ik tegenkwam was Armstrong. Ik ben in zijn hotel geweest in Barcelona. En daar hebben we... Ja, niet lang gepraat, een kwartiertje. Maar ik wou eigenlijk eens weten wat dat de opinie, de noden van het van de renners waren. Ja. Ik had daar wel mijn eigen gedacht over, maar het is altijd beter van een keer te luisteren. Dus we hebben daarover gepraat. Er is nooit ter sprake gekomen van US Postal of ploegleider of weet ik veel. Maar een aantal, twee, drie dagen daarna... kreeg ik in één keer telefoon van Armstrong. Santé. Santé, kijk. Santé. Wat hebben we besteld? Martini. Witte martini. Witte martini, ja. Niet slecht, hè. Johan drinkt niet vaak alcohol, maar dit dus blijkbaar... Voilà, we hebben hem kunnen verleiden. Weet je wat het is? Je kunt altijd zeggen dat het water is, hè. Dat is waar. Doe mij maar een dubbel watertje dan. Ik kreeg telefoon van Armstrong en... Ik zei, waarom baat het niet nu? Hè? Maar goed, ik kwam er wel goed mee overheen in het peloton. Hè? Dus wat een veel gesprekken. Dat was toen een tijd dat er nu en dan nog een keer op het gemak gereden werd in het peloton. Vandaag kan dat niet meer. Hè? Of vroeger was dat in het begin altijd meer op het gemakken en zo. Ik heb er een keer over nagedacht. Van die Rennersvakbond, dat is eigenlijk... Ja, dat wordt toch niks, dat weet jij ook. Ja. Ze hadden niet willen... komen werken bij US Postal. In wat functie? En hij bleef zo vaag erover. Ja. Maar goed, hij had natuurlijk al in zijn gedacht wat dat hij wou, maar hij had het tegen mij niet gezegd. Maar zegt hij, kijk, als je wilt, de manager van de ploeg zal u bellen. Ik zeg, wie is dat? Ja, Mark Gorski. Ik zeg Mark. Ja, maar ik kende Mark, want dus ik had... als amateur zat ik in de pisteselectie. Ja. En Gorski, dat was een pistecoureur, die is Olympisch kampioen sprint geweest in Los Angeles in 1984. En dus ik had hem al een aantal keer tegengekomen. Hij was ouder dan ik, maar ik kende hem. Ja. Ja. Ik zei, oké, dat hij me belt. En dus ja, een uur daarna belt hij. Ja. Hey, is Mark Gorski. Nice to see you. Nice to speak to you again. En zegt hij, ja. En Lance heeft mij gezegd dat je graag ploegleider zou worden bij ons. Ik zeg, tja, dat is het eerste wat ik ervan doe. Ik zeg, zeg maar. En toen hebben we, beginnen spreken. En toen, na een aantal telefoontjes, heb ik hem toen ontmoet in Valkenburg, 2K. Ja. In 1998. En daar hebben we dus het akkoord gemaakt. Om te beginnen samen te werken. Ja. En een jaar later winde al de Tour. Ja.
Dat is ongelooflijk straf, dat was toen, dus ik had toen eigenlijk al in die paar weken voor die meeting in Valkenburg, had ik al zo, ja, een beetje alles in mijn hoofd zo op orde gezet. En Laan zat toen, dat was toen vierde in de Vuelta. Ja. Werd toen twee keer vierde op 2K ook. Dat was het jaar van zijn comeback eigenlijk. Ja, 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 ja. 97 had hij... Na de behandeling. Hè, 97 had hij niet gekoerst, hè. Maar ik had toen eigenlijk al, toen ik in Valkenburg, dat was, ja, het akkoord was al gemaakt via een telefoon en zo. Dus ik heb dat toen met Laan samengezeten in het hotel en ik heb hem toen gezegd. Ik zeg, oké, okay, ik zeg, kijk, ik ga het doen. Want dit, 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 maar ik zeg, we gaan voor de Tour, hè. En hij zei toen, ja, maar ja, zegt hij, ja, een paar ritten of zo. En ik zeg, nee, klassement. En ik zag hem toen kijken zo van, maar hij heeft er niet op gereageerd. Ja. Maar hij dacht bij zijn eigen, ja, wat komt die hier nu af? Hè? Maar ja, toen hebben we, ja, heel die winter communicatie geweest en zo. En toen hebben we een plan gemaakt van, kijk, we gaan dat doen. Ritten verkennen, wat weet ik, veel, ja, stages. En ja. Dacht jij toen al van, ik kan een Tour winnen, nee, met Lens? Nee. Ja, nee, gewoon een goed klassement rijden. Luister, hij was vierde in de Vuelta. Vuelta is de Tour niet natuurlijk, maar goed, hij was vierde in de Vuelta. Maar... Geen specifieke plan. Dus ik zeg, oké, als die echt zich voorbereidt en ja, als we een mooi programma krijgen, dan kan er daar wel iets in zitten. Ja. We hebben dat plan toen volledig gevolgd. Wat klassiekers in het begin, dan toen een rustperiode, ritten gaan verkennen, stages. Een van de eerste keren dat dat echt zo gedreven gedaan werd. Ja, ik had het al gedaan bij Onze eigenlijk. Ah, toch, ja. In 95 en in 95 vooral zijn we daarmee begonnen eigenlijk. Ja. En ik heb dat eigenlijk een beetje gekopieerd. Ja. Toen ook, ja, 6 weken niet gekoerst. Dat was toen nooit gezien. Ja, 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 ja. En toen in mei, op een van die stages in de Pyreneeën, heb ik toen voor de eerste keer gezegd, oké, ik ga die Wintertour. Toch? En waarom? Ja, dat was... dat waren van die monsterritten, 7 uur in de regen, Pyreneeën verkennen. Waar de andere coureurs zouden zeggen, rustaksken op de rollen. En ook nog vooral zeer fris zelf die feeling van renner zijn, weten wat dat is, afzien, weten hoe dat is, op die bergen rijden. En als ik hem daar zag rijden, ik heb toen gezegd, dat was toen gewoon ikzelf en Julien de Vrieze, de mechanicien. Huh? Ik zat in een auto toen, ik zeg, Julien, die in de Nien klopt in juli, die wint een Tour. Ja, straf. En ja, hij won. Ja, want mensen, nadien is die ploeg uitgegroeid tot inderdaad een super georganiseerde ploeg met heel veel budget, met grote talenten, maar op dat moment was dat US Postal een bescheiden ploeg. Dat was niks. Amateuristisch bijna. Ja, dat was echt amateuristisch tot en met. Zelfs Trek. Trek was onze fietsensponsor, maar dat was toen nog eigenlijk een merk van... Ja. Van 3 keer niks. Niemand wou dat meer rijden, hè, met Trek. Er is zelfs het verhaal dat ze geen competitieve tijdritfiets hadden voor die eerste Tour. En dat jullie een andere fiets gaan kopen zijn en overplakt. Ja, ja, Armstrong die had een Lightspeed fiets. Ik denk van de tijd van Motorola nog. Want Lightspeed, die hadden een samenwerking met die Merckx, denk ik. Ja, Lotto heeft daar ook nog mee gereden. En dus de eerste Tour, de tijdritfiets van Armstrong, dat was een Lightspeed met trackstickers op. Om maar te zeggen. Ja. Ook, gewoon blauw gespoten, dus geen design, niks. Gewoon een blauw frame, track letters erop. Ja. En pas op, hij had maar één, hè. Dus mocht niks. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, 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 ja. Ook wat dat ook straf was, nu elke ploeg heeft 1, 2, 3, 4 persmensen. Johan was toen ook niet alleen teammanager, maar ook persman. Vertaler. Vertaler. Ja. Ja. Al de interviews moest ik vertalen. En jij schreef ook elke dag je eigen persberichtje. Ja, denk ik dat ook? Nou, het Gent, toch een paar keer, heb ik toch gehoord uit het toerpeloton. Ja. Dat jij af en toe ook voor persberichten moest zorgen. Ja. Ja, dat was, ja. Ik weet nog goed ook, dat was... ik kan het niet meer voorstellen eigenlijk. We gingen daar naartoe eigenlijk... We waren bij Cowboys, hè. Dat was gewoon, we gingen daar naartoe, we hadden geen bus. Die ploeg die had echt niks. En bus, wat doe je dan? Nee, we hadden geen bus. Hoe zijn we geraakt? Hadden... we hadden een camion, een truck. Dus dat was niet eigen truck. Dat was een truck dat de ploeg huurde aan Noël de Jonkere. Noël de Jonkere. De wielermecenas.
Nee. Niet door Noël de Meulenaar. Nee, Noël de Jonker, dus Van Isegem. Ja, de ex-renner. Ja, dus stadsgenoot van mij. Spanjaard van die was ploegleider geweest bij Motorola. En die had de trucks gekocht van Motorola toen die stopten. En dus die verhuurde dat aan ons. Dus dat was een oude Motorola-truck met US-postel op. Dat was ook niks. Dat was gewoon een wetgespoten camion met een plakker op van US-postel. Dat was... En we hadden twee campingcars voor de tour. Dus dat was één camper was gehuurd aan Julien. Dus dat was de persoonlijke... Van Julien de Vries. Van Julien de Vries, zijn camper, die we toen huurden. En dan hadden we nog een andere huurkamper, juist voor een tour, hè, van Urbano. Ja, ook een mobiele homemerk. Ja. Dus dat was het. We stonden bij daar in de tour, ja, als tweederangs ploegske. Ja. En qua coureurs ook. Het was niet van te zeggen, we moeten hier een selectie maken van 9 man. Ik had er 7 die konden rijden en dan moest er nog 2 gaan vinden die misschien aan de start konden staan. Met alles was dat zo. Dat was een klein ploegje, klein budget. We wonnen een tour. En vanaf toen natuurlijk is alles beginnen groeien. En de sponsors moesten me niet meer gaan zoeken, maar ze kwamen zelf af. ja, want een paar jaar later waren de grootste ploeg de meest professionelen. Ja. Ja. We kunnen natuurlijk niet hebben over doping. Het meeste is er al over gezegd, geschreven. Als mensen op YouTube of op internet Het USADA-rapport staat online. Het ganse USADA-rapport, dus ik heb daar al heel veel over moeten vertellen. Er is bijna alles, maar we kunnen er natuurlijk ook niet over praten. Niet. Ja, luister, ik heb geen enkel probleem ook om erover te praten. Hè. Dus doping was er toen. In onze ploeg, in bijna alle andere ploegen, denk ik. Die periode was... Zo, dus... Ja. Ik denk 95% van het peloton mogen... Ja, luister, je kunt er moeilijk een... iedereen die competitief was en die wedstrijden won of van voor mee was... Kijk, elke generatie heeft zijn omstandigheden. Hè? Dus EPO, om het daarover te hebben, heeft zijn intrede gemaakt in het peloton... Eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Daar is het over te debatteren, dat weten we niet precies. Ik heb het zelf meegemaakt als renner. Ik heb ook EPO gebruikt. Ja. In de jaren 90. Op een bepaald moment is het zo. Dus vanaf 1996 wist iedereen over EPO. En het was ook zo. Dus als je nee zegt tegen EPO, dan kon je beter thuis blijven. Dan kon je gewoon niet meer mee. En op een bepaald moment, dus als we nu over de periode Armstrong hebben, EPO was er, eind jaren 90. Mm. Hè? Toen is er wel het Festina gebeuren geweest, maar goed, daarmee is EPO niet verdwenen. Want zolang dat het product onvindbaar was in de controles, werd het gebruikt. Ja. Dat kun je niet rond. Er werd alleen maar veel voorzichtiger. Hij was al vroeger de soigneurs met de EPO bij wijze van spreken op het vliegtuig stapten. Ja. En na de koers kwamen, was het dat nu... Werd meer meer in een duik gedaan. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet meer gedaan werd. Dus, tuurlijk. Ik heb altijd dezelfde visie. Dus Armstrong heeft EPO gebruikt. Bloedtransfusies, wat weet ik veel. Ik ben er zeker van dat het grootste gedeelte van zijn concurrenten het ook gedaan hebben. Dat is ondertussen ook. En het is natuurlijk... Pas op, ik wil dat om je niet goed praten. Hè? Maar het is wel een feit, als je er op dat moment in zat en je wilt competitief zijn, dan had je geen andere keuze. Ja. Vooral op rondewerk. Ja. En dus, het is ook... Duidend, denk ik, dat... ze hebben ze 7 tours afgenomen, maar er heeft hem niemand... De tweede of de derde of de vierde heeft die overwinning niet gekregen. Ook niet geclaimd. En er is ook niemand die erachter gevraagd heeft. Dus de derde, de zevende, de tiende, die heeft niet gezegd... Maar die 9e voorrek, die hebben het allemaal gedopeerd. Ik ben de winnaar. Niemand heeft dat gedaan. Nee. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Hè? Dus ik vind, we moeten er natuurlijk niet overheen doen als dat niet gebeurd is, maar... het feit dat er gedurende 7 jaar geen een tourwinner is, dat vind ik ook niet logisch. Dat vind ik ook niet logisch. Ja, bij mij kan dat niet. Allee, dus het kan niet zijn dat het grootste wielerevenement ter wereld 7 jaar heeft plaatsgewonnen en dat er niemand heeft gewonnen. Nee, dat gaat niet. Hetgeen, hè, want jij bent samen met Armstrong een beetje de grote boeman. De boeman,
dat is, dat probeerde ook uit te leggen van, ja, ik heb het gedaan, maar ik deed het op mijn manier. Maar ja, kijk, ik zeg altijd, ik heb een beslissing genomen in 99 al. Dus ik was gestopt in 98. Ik wist precies wat dat er bezig was in het peloton. Ja. Ik weet precies hoe dan een renner denkt. Ik wist ook dat de renners het gingen blijven doen. Ja. Dus dan heb ik een beslissing genomen als sportdirecteur. Oké, we gaan dat hier proberen binnen de perken te houden. Ja. En ik heb gezegd, voor mij is het zeer simpel. Dus ik heb gezegd, toen was er de regel van het hematocriet. Ja, 50 maximaal. Ja. Ik heb gezegd, in onze ploeg is het 48. Dus dat is hier het vierkant 48. Ja. Dus als je er buiten gaat, start er niet. Als je er binnen blijft, dat is ook een van de redenen waarom dat wij nooit niemand positief. Dat USA-rapport, ik moet daarmee lachen met dat USA-rapport. Er staan veel dingen in die waar zijn, maar er staan ook zeer veel dingen in die ofwel niet waar zijn of volledig uit het verband getrokken zijn. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, ze zaten in slag met de UCI, ze wisten dat er controle ging zijn, dat klopt niet. Maar ik had die 48-regel. Ja, ja. En daarom hebben we ook nooit geen... Dus dat was, voor mij was dat enorm goed. Ik wist, ze zijn competitief. Ja. Want ik wist ook, als er bij ons iets gebeurt, is de ploeg gedaan. Ja, want in Amerika... Ja, de sponsor was gedaan. Dat was achteraf. Achteraf, alle sponsors hebben schadeclaims en daar lachen ze er inderdaad niet dus mee. Dus we hebben daar tijdens die periode nooit geen problemen mee gehad. En goed, kun je dan zeggen, ik heb die beslissing genomen. Er zijn andere ex-collega's die gezegd hebben, we weten dat het gebeurt. Wij trekken er ons niet van aan. Doe wat je wilt, maar maak dat je niet tegen de lamp loopt. Maar er zijn er wel. Dan is het altijd, we laten het toe, maar het is altijd de renner. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik persoonlijk voelde me beter in dat systeem dat ik had. Het was onder controle, ja. Ja, want er zijn effectief genoeg voorbeelden van renners. Dat moet ik wel zeggen. Dus ze hebben altijd gezegd, wij hadden de relatie met dokter Ferrari. Hè. Ja. Anderen waren met Cecchini, anderen waren met Fuentes. Ferrari heeft een slechte reputatie, maar ik moet zeggen, die man was zeer voorzichtig. Ja. Hij was altijd degene die zegt, tot rustig. Hier en niet verder. Ja. Hey, en echt simpel. Dus ik heb toen ook dat rapport gelezen van Operation Puerto en zo. Als ik dat allemaal zag, dat was toen nog eigenlijk in volle actie. Hè. Basso zat erbij, Ulrich zat erbij. Valverde. Hamilton. En als ik dan zag wat dat die allemaal gebruikten, en experimentele producten en zo, dan zeg ik, maar wij waren eigenlijk... Het is raar om te zeggen, maar wij waren eigenlijk misdienaars. Dat was gewoon simpel. Dat was we hadden ons systeem, dat en dat, punt. Er was niks anders. Ja. He, en toen, dat is ook duidelijk uit het USA-rapport bijvoorbeeld. Er wordt niet gesproken over experimentele producten of wat weet ik veel. Zegt hij, waar is die magische formule nu? Die was er niet. He? Mm-hmm. Maar goed, het is moeilijk om daarover te praten. Ik wil dat niet banaliseren, hè. Pas op. Nee, wij praten ook niet goed, maar het is jouw verhaal. Het is simpel. Hè. Kijk, dat zal misschien door bepaalde ex-collega's of ex-kampioenen niet in dank worden afgenomen, maar elke kampioen is gewoon de beste van zijn generatie in de omstandigheden van die generatie. Wat wil dat zeggen? Dus als er in een bepaalde... Als ik ben prof geworden, toen waren er een aantal producten die gebruikt worden. Amfetamines en wat was er allemaal? Om het even wat. Ja. Dus, maar op een duur zitten in dat systeem en dat wordt gebruikt. Dat gebruik je. En dan was de beste nog altijd de beste. Dus het verschil met EPO was dat was echt een gamechanger. Dus dat was een 10%. Ja. Als het anders 2 of 3% was, konden eventueel nog zijn, ik ga misschien niet winnen, maar kan nog mee. Ja, daar kunnen we bijvoorbeeld zeggen, Johan. Edwig van Hooydonk had voordien 2 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Toen dat EPO kwam en hij deed het niet, kon hij de Ronde van Vlaanderen niet meer winnen. Dat klopt. Voilà. Dat klopt. Dus dat maakte daar wel... Ja, dat klopt. Maar goed, Maar ik vind het altijd een beetje makkelijk om te zeggen, iemand die dus in de jaren 90 kwam je dus voor de keuze, EPO of niet. Ja. Goed. Maar dat wil erom niet zeggen dat de mannen die gezegd hebben tegen EPO niks anders gebruikt hebben ervoor.
doping, geen doping, op het randje. Ja. Wat maakt jou dan... Zet je dan een dopeur of zet je dan geen dopeur? Als je bijvoorbeeld de bepaalde klassiekers gewonnen hebt in de eind jaren 80, begin jaren 90, met de producten die toen werden gebruikt. Cortisone, amfetamine. Hè? En je hebt nee gezegd tegen EPO. Zijn je dan een dopeur of zijn je geen dopeur? Daar heb ik problemen mee met dat ja. verschil. Hè? Ja. Want ja, zoals de Amerikanen zijn, performance-enhancing drugs zijn performance-enhancing drugs. Ja. Hè? Dus het is, of dat het nu EPO, prestatieverbeterend. Ja. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, hey, ik ga nu een naam noemen, bijvoorbeeld Greg LeMond. Hè, die is ook altijd bezig van, ik heb overlaatst nog een podcast gehoord ervan. Hij is de enige clean en tour winnaar. Dikke bullshit, hè, zeg ik. Hè. Ik heb met Greg LeMond gekoerst. Fantastische kampioen, ongelooflijke kampioen, zeer sterk. Ja. Maar mij gaat er niemand vertellen dat hij helemaal de enige was die nooit niks heeft gedaan. En dat die allemaal die anderen, die zelf in boeken hebben geschreven, hebben dat gedaan. Je weet het dan toch niet, Johan. Je weet het dan toch niet van hem. Je kan je vermoeden hebben, maar je weet het niet van hem. Ben 100% zeker. 100? 200%. 200? Ja. Ja. Okay. Ja. Waarom? Ja, maar ik zou moeten een grotere... Kijk, maar ik ga een keer een voorbeeld geven. Dus we gaan uit, we zijn aan het uit. Ja, ja. Dat is wel een belangrijk verhaal. Ja, oké. Okay. Dus... 90, 91, dat was het einde. Ja, dus hij toen, hij won een Tour in 89 en 90. Ja, okay, en 90 zat bij Z. Oké, okay, goed. Ja, Z. Franse, al Franse ploegen, oké? Okay? Ja. Ik reed bij Lotto. We hadden toen bij Lotto ook nog geen ploegdokter en zo. En ik kreeg toen de aanrading van een van ons ploegmanagement om naar een bepaalde dokter te gaan. Ja. Dat was dokter Belloc, dokter François Belloc. Franse dokter, zeer gekend, Peugeot, wat weet ik veel. Ook ploegdokter van Z. Dus ik ben toen op een bepaald moment, ik weet niet meer of het 90 of 91 was, heb ik afspraak gemaakt met dokter Belloc in een rittenwedstrijd, Midi Libre, dat was toen nog, voor ja. de Tour. Ja. En dat was toen... Ja, dat kon toen nog. Die gaf toen ook advies aan andere renners. Dus ik ben toen een keer in een bepaalde rit. In de Midi Libre zaten we samen in het hotel met Z. Ja. Het was Z, denk ik, ja. En dus toen ben ik bij hem gegaan. Ik moest een bloedanalyse meenemen. Dus ik had mijn bloedtest gedaan. Dan gaf je analyse af, dan bekeek hij en dan schreef hij alles op. Kijk, dat en dat en dat en dat en dat. Dus ik heb die lijst nog. Als je wilt, kan ze met een telefoon. Ik heb die lijst nog, van wat hij toen allemaal voorgeschreven heeft. Waar zeer veel medicatie, veel dingen die maar mogen. Er zaten ook bepaalde dingen bij die op de verboden lijst stonden. Ja. Bijvoorbeeld cortisone. Ja. Oké, okay, dat was toen no big deal, maar het was wel, wel op de lijst. Ja, ja, ja. Ik heb het genomen. En ik was een renner die niet bij zijn ploeg reed. Had hij dan iets anders geven dan de renners van zijn ploeg? Wie reed er bij zijn ploeg? Greg LeMond. Ja. Dus, ja, ja. Ja. Ik kan zeggen van niet in, maar ik zeg dikke bullshit. Dus, ja, okay. Ik zeg niet dat hij EPO genomen heeft. Er zijn ook verschillende theorieën over. Maar dat hij nooit doping genomen heeft? Nee. Ja. Dus, waarom dat jullie... Waarschijnlijk... Dat neemt niks af van de kwaliteiten van Greg LeMond als renner. Voilà, pas op, fantastische coureur. Ja. Echt superkampioen. Het feit dat jullie... US Postal en Lance Armstrong, jijzelf, een beetje als de boeman, had dat ook niet vooral te maken met de manier waarop dat de Ulder gedragen ja, hebt? Ja, absoluut. Ja. Arrogantie, op een bepaald moment zitten op de top en denkt je dat je onoverwinnelijk bent. Op een bepaald moment was dat ook zo. Maar goed, ja. Ze stonden wel te wachten. Hè. Hoe komen ze nog wel een keer tegen? Ja. En goed, ja, daar hebben we een zware prijs voor betaald. Ja, want ik denk dat dat toch wel meespeelt. De manier waarop dat inderdaad met de pers omging. Ja. Met het, Maar ja, goed, dat is ook, pas op. Moet dat allemaal in de context zien. Ook, op een bepaald moment werd alles zo groot, zo overweldigend. Dat was altijd een invasie. Ja. Ik was toen zelf journalist in 2000 en 2002 ben ik dan... Ja. Ik heb altijd geprobeerd van te zeggen, oké, okay, we moeten hier wel de Tour winnen. Hè? Dus, ja. En dat was altijd, ja, oké. Okay, en dan moeten ja, bepaalde mensen gaan... Dan kwamen we soms wel een keer arrogant over of onvriendelijk. Of,
echt klootzak. Ja, Lens, allez, en dan begon hij nog andere mensen aan te vallen. En te... Ja, maar aan te vallen niet. Maar goed, ja, luister. Er zijn persconferenties geweest, Johan. Ik ben er nog bij geweest. Ja, maar goed, ik was er ook bij. Ja. Ik was er ook bij. Dus, maar ja, we moeten... Kijk, ze zeggen altijd... Dat is ook altijd gemakkelijk gezegd. Hè. Dus ik weet nog wat de bepaalde persconferentie. Vooral David Walsh, dan was dat daar. Wisten al op voorhand. Ik wist al op... We waren daar ook... Walsh zit in de zaal, ja. Hij zit daar. Kijk, de dien en de dien zitten rond. Ze gaan van die vraag naar die vraag. Dat wisten we allemaal. Wat dat er ging gebeuren. Hè. Ja. En Lens was er ook op voorbereid. Maar goed... Ze zeggen altijd, ja, hij heeft altijd alles ontkend, hij heeft gelogen. Maar ja. Zit dan een keer. Dus ik zit hier nu en er zit hier... En ze zeggen, ja, kijk, heb dat gedaan. Ja, maar zeggen, ja, het is juist, het gelijk. Nee, je kon niet anders dan liegen. Je kon niet anders dan liegen. Maar dan Lens die dan andere coureurs ging gaan halen. Ja, Simeone, ja. Dat was dom. Echt dom. Ja, dat hoefde niet. Hè? Ja. Dat hoefde niet. Ja. Want het is wel zo, alweer, ik heb het boek van George Hincapie nog eens herlezen. En hij zei ook, er is de Tour van 2003 bijvoorbeeld, waar Lens misschien niet top was, Ulrich wat beter, maar die winnen jullie toch? Ja. En op den duur krijg je eigenlijk iets onoverwinnelijks. En Hincapie zegt ook, op het einde was het voor Lens niet meer genoeg om de Tour te winnen. Hij moest zijn tegenstanders crushen. Ja. En het moest... Ja, het was echt... Maar dat is ook eigen aan de personaliteit van Lens. Hè. Dus kijk, iedereen die hem volgt op social media, die is nog altijd zo. Hè. Dus dat is altijd... Ik zeg maar iets. Als we samen naar de supermarkt zouden gaan, uit mijn karken, had hij aan de kant duwen voor de eerste te zijn. Dat is eigen aan... Lens Armstrong. Maar dat zijn zulke mannen. Ik heb nog... Veel zulke andere... Eddie Merckx was ook zo. Ja. Dat klopt. Op het laatste was het gewoon, Echt nog eens het statement. Ja. Ja. En dan natuurlijk, de situatie... die toer heb ik ook als reporter meegemaakt. Op een bepaald moment bij Astana... Je bent dan eigenlijk aan een tweede carrière als ploegleider met Contador bezig. Mm-hmm. Daar ook succesvol. En dan zegt die Lens, ik ga een comeback maken. Ja. Die komt in die ploeg en dan zit je daar. Ja, dat was moeilijk. Dat was moeilijk, want ik heb hem... De Tour van 2009. Ja, dus 2007 wint Contador de Tour met Discovery. Ja. Hè? We vinden geen nieuwe sponsor op het einde van de rit. Dan komt Astana naar mij. 2008 ben ik dan bijgegaan met Contador en een groot gedeelte van de Discovery-ploeg. We mochten de Tour niet rijden, omdat Astana 2007 probleem had met Vinokourov en Kasyshkin. Ja. Die verkeerde bloedzakken. Ja, blijkbaar. Ja. Amateurs. Eind 2008, in één keer krijg ik... Ik zat in Mallorca en krijg in één keer een telefoon van Lens. Ja, zegt hij... Ik kom back, hè. Ik zei, come back. Maar zo, uit het niets. Ja. Maar hij was ondertussen... Hij was al 3 jaar gestopt. Hij was terug aan het trainen en goed en dit. En hij voelde zich terug... Ja, ik zeg, luister. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, ik ga een keer afkomen. Dus ik ben toen net voor de Vuelta... van 2008, die we toen gewonnen hebben met Contador ook, ben ik naar Amerika gevlogen. Een dag of 4 dat geweest. Die was echt serieus aan het trainen. Die was echt... Dan wist je van shit. Dit is serieus. Ik heb gezegd, luister, tijden zijn veranderd. Maar dat weet ik. Ik zeg, in Contador, die kunnen niet kloppen. Dat gaan we nog wel een keer zien, zei hij. Ik zeg, ik heb u verwittigd. En ik zeg ja. En hij zegt ja. Ploeg. Ik zeg, ik kan toch niet in een ploeg rijden dat jij niet zit. Nee. En jij kunt niet in een ploeg dirigeren dat ik, tegen mij. Ja. Dus Hij heeft toen, dat was toen rap geklonken. Die heeft toen gratis en voor niks bij Astana gereden. Die had geen contract. Hè. Serieus? Gratis gereden, ja. Maar. Ja. Kijk. Maar wat drijft die man? Dat is gratis gereden. Want ik zei hem ook, het is september, mijn budget is op. Ja. Ik zei, ik kan proberen. Maar nu zegt hij, geen probleem, ik krijg gratis. Ik regel andere dingen. Dus hij heeft dan bepaalde sponsors. Je sponsors en ook startgelden en zo. Maar goed, maar voor het geld deed hij het niet. Hè. Dus,
En ja, ik wist voorhand al, ja, dat gaat in een tour. Ik heb toen ja, tegen een contador gepraat. Ja, die was natuurlijk niet content. Nee, ja, goed, nee. Ja. Ik zeg, luister, zeg, Alberto. Het is Armstrong. Het blijft Armstrong. Maar goed, ja, hij is 3 jaar gestopt. Moet nu ook niet zeggen dat hij 3 jaar geleefd is als een prof. Integendeel. Dat vind ik eigenlijk nog altijd een zeer straffe stoot, die comeback. Om dat dan nog derde te worden in een tour. Was toen al 38, denk ik. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Hij zag bekijkt. Er ook echt ouder uit. Je zag dat op zijn gezicht. Ja, dat tuurlijk, was niet meer de renner van. Tuurlijk. En als hij die comeback niet doet, Johan? Dan spreken we over heel dat spel niet. Nee. Het is toch eigenlijk ongelooflijk. Maar goed, ja, ik dacht het. Langs een andere kant is het misschien wel goed dat er openheid gekomen is. En, ja, maar toch niet op die manier. Niet op die manier. Ik denk dat het te veel uit zijn verband gerukt is. Het was precies dat Armstrong was de boeman van de ganse generatie. Ja, oké, okay, ja. Nee, dat is waar. Hij was de beste van de generatie. Misschien wel ook de meest agressieve. De arrogantste. Ja. Maar goed, daarom is niet alle verantwoordelijkheid op de schouders van 1 of 2 personen. Hè. Ja. Johan, je zegt de beste van zijn generatie, maar tussen de regels door lees je wel... Ulrich had eigenlijk meer intrinsiek talent. Ja. Puur fysiek. Fysiek gezien denk ik dat Ulrich iets sterker is en dan... En toch heeft Armstrong hem iedere keer geklopt. Ja, maar goed, maar ja, mentaal is dat niet te vergelijken. Nee. Dus, als je het boek las, de dikke biografie van Ulrich, en die is echt een ter... Ja, dat merkte aan alles... Ulrich was mentaal zwak. En dus we hebben een heel goede relatie nu met Jan. Ieder jaar komt hij naar ons evenement in Mallorca. Lijns is hem gaan bezoeken in zware tijden. Verschillende keren. Heeft waarschijnlijk ook soms betaald of hem geholpen in rehab. Ja, klopt. En dat zie je gewoon. Wij kenden Jan eigenlijk niet echt goed tijdens... De carrière, want dat was ook een van de dingen van Lens bijvoorbeeld. Die, als je bij Lens in de ploeg zat, dan was het ongelooflijk. Maar als tegenstander, ik kon geen kameraad zijn met tegenstanders. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Ja. Nog altijd begrijpt je dat niet. Ja, maar goed. Dat was wel ergens een extra motivatie voor hem, een extra voedsel om te zeggen, shit. En daarom zegt hij ook, Ulrich, die moest hij haten. Die mensen konden eigenlijk niet gaten. Nee. Dat was zo sympathiek. Maar het is een brave gast. Dat is echt een brave gast. Echt. Te braaf. Ja. Maar dat is typisch aan die winnersinstinct, dat killerinstinct. Hij haalde daar brandstof uit. Zijn veten met Pantani, dat heeft hem alleen maar. Dat gaf hem vuur. Ja. Dus Zijn er dingen waar je spijt van hebt, Johan? Achteraf gezien? Ja, luister. Achteraf gezien. Luister. Als ik zeg, ik heb geen spijt van de doping, dat is niet populair. Maar het is misschien wel eerlijk. Maar ja, het was zo. Ja. Het was zo. Ik heb er het beste van gemaakt in de omstandigheden. Ik heb een gerust geweten om te zeggen, oké, er is nooit niemand in risico gebracht. Gezondheid heeft nooit van niemand in gevaar gebracht. Plus, voor mij het grootste feit is dat er is nooit geen enkele renner die verplicht, geforceerd, geïnviteerd geweest is om doping te gebruiken. De renner is altijd vragende partij geweest. Dat was gewoon, dus ik wist dat ze het gingen doen. Ja. En dus, als het bij de ploeg niet gebeurde, gingen ze het anders gaan zoeken. Ja. Maar ze waren altijd zelfvragende partij. Zelfs de mannen die geroepen hebben van... Ja, bijvoorbeeld een Zabriskie. Bijvoorbeeld. Zabriskie, dat was in het USADA-rapport is zo geschreven zoals een emotionele roman van... Ik moest het doen, bullshit. Hij is het zelf komen vragen. Spijt... als ik het achteraf bekijk, moest ik het gedaan hebben, like al de rest. Zeggen dan, oké, trek er een plan, maak dat er niks gebeurt. Ja. Ik kon dat gedaan hebben. Maar dan hadden misschien inderdaad een paar renners gehad. Ja,
Landis is vertrokken tegen de lamp gelopen. Hamilton is vertrokken tegen de lamp gelopen. Eras is vertrokken tegen de lamp gelopen. Maar die hebben, dus, het zijn geen doden gevallen. Voor hetzelfde geld hadden de Mauro Gianetti, die destijds met synthetisch bloed experimenteert. Ja, dat weten we niet. Hè. Maar goed, dat is het verhaal. Maar goed, ja. Is wel nog altijd een baas van een van de beste ploegen ter wereld. Hè. Dus de hypocrisie van de wielersport, daar heb ik wel problemen mee eigenlijk. Hè. Ik heb overlaatst nog een discussie gehad via WhatsApp met Lapartien. Want ik heb Lapartien nu, is de UCI-voorzitter. UCI-voorzitter, ja. Die, nu en dan, zo als ik zo een keer iets... ik ben nu op een punt gekomen. Ja, ik zeg trek wat niks ik wil. Meer aan. Ik ben levenslang geschorst, dus ze kunnen me geen twee keer schorsen voor het leven. Hè. Maar als ik soms een keer iets zie dat ik zeg, shit, dat gaat me toch ietsje te ver. Dan soms geef ik zo een keer gas op social media. Ja. En als het echt piekt, Lapartien... Persoonlijk berichtje. Ja, om 10:30 s'avonds, WhatsApp, zo'n bericht van Lapartien. Ja, en dat. Dus dan ga ik een discussie met hem. Ik zeg, luister, ik vind het, je bent een hypocriet. Hè, want je zit zo op Armstrong. Ik zeg, kijk, een aantal jaren terug ging de Tour, uw aanwezigheid in de Ronde van Vlaanderen boycotten omdat Armstrong geïnviteerd was. Maar ik zeg, je staat dan langs de andere kant op de foto met een dien of een dien. Of hebt een dien in dienst met een UCI. Kijk, ja, maar ja, dat is hetzelfde. Ik zeg, het is juist hetzelfde. Ja, daarom dat wij nu ook beslist hebben van, kijk, we doen deze podcast. Ja. Ja. Bedoel, je hebt een wielercarrière gehad. Dus, trouwens, Johan, normaal gezien, eerst waren er voor 10 jaar geschorst. Ging binnen 3... Het was al afgelopen. Normaal gezien, 2024, 10 nee, april. Nee, het ging terug met... Dus het was met terugwerkende kracht tot 2012, toen ik vrijwillig gestopt ben. Ah ja. Dat was al afgelopen, ja. Ja. Nee, wringt het niet? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. 10 jaar schorsing of leed. Mijn proces is gemaakt in het USA-rapport. Dat was levenslang gedaan. Ja. Dus. Is er misschien één ding waar je toch niet spijt van hebt, maar iets wat je niet kan aan doen? Namelijk, stel, Lance is vandaag... We zijn vandaag, in 2024, 1999. Snap je wat ik bedoel? Ja. Met Lance en jij. Nee? Ik ging het niet anders gedaan hebben. Maar ik wil zeggen, stel dat in deze tijd dat mij Armstrong nu... Je kan met Lance aan die eerste tour beginnen in een tijdperk waarin het wel mogelijk is om te presteren zonder doping. Maar daar kan je niets aan doen natuurlijk. Maar, nee, maar goed, dat ooit moet je dat wel eens door je hoofd gegaan zijn van... Goh, wat als... Het is vandaag heel anders. Ik ben ervan overtuigd dat er... weinig of misschien geen doping meer is in het peloton. Maar goed, ja, volgens mij is het niet meer zo plezant als vroeger. Het is alles is afgewogen, alles is gemeten. Fantastisch wat de renners doen, hè. Fantastisch. De prestaties zijn ongelooflijk. Maar vandaag de dag topsporter zijn is... Ja. Ik moet nog altijd kijken welke lengte die carrières gaan hebben. Ik ben daar benieuwd voor. Dus, want fysisch en vooral mentaal gezien moet het enorm, enorm lastig zijn om jarenlang om de top te staan. Want je moet er elke keer meer en meer en meer voor doen. Alles wordt tot in de millimeter meter gedaan. Dus, We gaan er nog het allerlaatste voorwerp, omdat we de link met het heden willen doen. Pak een keer de helm. Ja. Johan, dit is een helm die we gekregen hebben van het Koersmuseum in Roeselare. Die staat daar. Het is een helm van de mensen waarmee dat je hier nu voor het moment bent en waar dat een deel van uw huidig leven een beetje mee invult. Ja. Een helm van George Hinkepie. Mm-hmm. Leg uit wat dat George voor het moment... In waarom leven. Is hij hier? Ja, we zijn hier in Kortrijk. Dus we hebben elk jaar doen we een aantal evenementen, niet veel. Vorig jaar hebben we de Ronde van Vlaanderen. Dus we hebben met onze podcast The Move, concurrentie van jullie. Collega's. Doen we ook een aantal evenementen voor een beperkte groep gasten. Waarin we dus proberen ze de VIP-beleving te geven. In Mallorca doen we dat ieder jaar met Armstrong, Hinkepie en Jan Ulrich. Armstrong en Ulrich, fantastisch. Ja. En dus vorig jaar hebben we dat gedaan met de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar Ronde Parijs-Roubaix. Dus we hebben 12 Amerikanen die hier zijn om gedurende 3 dagen eigenlijk
ondergedompeld te worden in de cultuur van de lenteklassiekers, hè, Parijs-Roubaix. Dus vandaag zijn ze net gaan fietsen met George en met Johan Museeuw, die voor de gelegenheid onze gast is hier, drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix. En dus ja, George is eigenlijk lid van het vaste team eigenlijk rond The Move. Ja. De podcast doen we samen en hij fietst zelf nog enorm veel. Dus twee klassieke kasseien-specialisten gaan op pad met onze gasten. En dus dat is een helm van 2006, denk ik. Discovery Channel, als ik de design bekijk, dat als ik me goed herinner. Ja, dat was toen op Discovery Channel was er een documentaire reeks Shark World of zo. En toen heeft Discovery dat design gevraagd. Ja. Dus maar dat is een tijdrithelm uit 2006. Voilà. Ja. Ondertussen ook al veel veranderd. Hè, als je de tijdrithelm van vandaag ziet. Ja. Maar het hangt ervan af welke tijdrithelm je bedoelt. Die van Visma Leasebike, die is inderdaad enorm veranderd. Ja, maar goed, ze zijn blijkbaar in de windtunnel... Levert een tijdwinst op, dus waarom niet? Hè? Ja. We zouden nog uren kunnen doorgaan. Absoluut, we hebben het niet gehad over de slacks. We hebben het te weinig over Contador gehad. Volgende keer. Volgende keer. We moeten nog een deel 2 doen. Of wel, kom een keer af naar de café in Madrid. Hè. Dat lijkt me nog een veel beter plan. Dat is uw echte stamcafé. Je hebt daar een stamcafé? Nee, maar ik heb wel een aantal plaatsen waar we kunnen goed mooi gesprek deal. Voeren. Kunnen we dat dan bij deze al afspreken? Dat doen, we dat in de toekomst zouden dat moeten doen, ja. Helemaal goed. Goed. Oké, bedankt. Zeer bedankt, Johan Bruneel. Zeer bedankt, Jonas. Het was weer heel fijn. Graag gedaan. Ik moet een heel lijstje bedanken. En dat is echt iets waarvoor ik letterlijk een lijstje maak. Want ik vergeet er altijd. En ik ga beginnen met degene die ik altijd vergeet. Bahamontes. Bahamontes, niet onbelangrijk. Johan, die ook in Bahamontes gestaan heeft in onze 90s special. Het Nieuwsblad, Skoda, onze sponsor. Uiteraard onze ploeg die meewerkt. Kim, Tom, Bert, Guillaume. Het Parkhotel hier in Kortrijk, die ons goed ontvangen hebben. Het Museum Koers in Roeselaar, uiteraard, voor deze fantastische objecten. Ik wil ook Patrick de Kuijser bedanken, want dat is zo nog een ancien bij ons op de redactie die al die foto's bijgehouden heeft. Johan, foto's waar je zelf het bestaan niet meer van hebt. Moet ik eens spreken met die mensen. Ik heb hier veel foto's gezien dat ik nog nooit gezien had. Ja. Dus van een keer afspraak maken. Goed, en dan natuurlijk de belangrijkste, dat vergeet ik nooit jullie te bedanken. Natuurlijk beste kijker en beste luisteraar. Tot de volgende Stamcafé-koers.